stiekem meeluisteren, die er weer van. Ze is heel erg honger. Hans die is allemaal verhaal aan het vertellen om haar zo goed mogelijk te kalmeren. Hij zegt het liefste papa. Welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen. Ik ga bij mijn ouders vandaag lekker hun badkamer repareren. De wc lekt, dus ik ga daar even lekker klussen 2 dagen. Maar ik ben echt bij de Lidl nu. Bij de Lidl, hè. Nog nooit zo vroeg. Het is 8:00 's ochtends. Bij de Lidl geweest. Is hier van die al een tip gekregen van iemand? Dat er planten bij de Lidl waren. Ik zeg, oh, er zit een Lidl vlak bij mijn ouders. Dus, oh, mijn portemonnee. Dus ik wip wel even langs. Nou, ik heb er eentje hoor. Het was om eerlijk te zijn niet helemaal wat we wilden. Want we hadden eigenlijk gehoopt dat er een echte fig leaf tree, hoe noem je dat, een vijgenbladplant zou zijn. En dit is, lijkt er zeg maar, qua familie wel heel erg op, maar deze heeft een beetje een glad blad. Nou, dan moet ik natuurlijk in mijn update beslissen of ik dat doe of niet. Omdat je van nog slaapt. En maar gedaan, was maar 10 euro. Hallo, die plant is bijna net zo groot als ik. Die is 2 keer zo groot. Nou, 2 keer. 5 keer zo groot als Zara. Ik heb maar wel gedaan. Nu even gaan naar mijn ouders. Oeh. Gaan we knussen. Oké, kijk, dit is dus de toiletje waar ik aan ga. Of een badkamer aan. Dat is heel kleintje. Maar het is wel een badkamer. En nu is dit de stortbak. Oh, even kijken hier. En die lekt dus. Maar hoe ga je deze stortbak er nou uithalen? Dus we gaan. Met die multitool haal ik 2 rijen tegels eruit. En die wil ik er zo uithalen dat het heel blijft. En dan de oude startbak eruit, de nieuwe startbak erin en dan weer dicht tegelen. Dat is het idee. En de aannemer had gezegd dat hij hier 3 dagen over zou doen. Ik hoop het eigenlijk in 2 te kunnen, maar... Ziet ook waar het masker heeft gezeten. Ja, nou, die plaat is dus uit. Dat ging in 1 keer goed. Al het isolatiemateriaal. Hier ligt nog een deel van de oude stortbak. Die kon ik er niet heel uitkrijgen, maar was toch stuk. Dus die hebben we gewoon... pik gewoon doorgezaagd. Zo, hats. Er kwamen er 2 helften uit. En nu is dit het aangezicht, zeg maar. En nu moet dus de nieuwe stortbak daarin gefriemeld worden. Maar dat is nog wel een uitdaging, want je kan normaal gesproken bevestig je die met de bouten vast aan de muur. Maar dat kan nu niet, omdat deze tegels er nog in zitten. Er is nog geen 1 tegel gesneuveld trouwens. Maar daar moeten we dus even iets op verzinnen, iets op maken. Met mijn bedoeling nog steeds ik. Ik ben hier een beetje. Kijk, echt niemand. Ik doe het echt alleen. Dus moet ik even iets op maken dat die dan met ja, een soort van houten frame maken of zo, denk ik. Dat het toch vast zit. En de maat afvoer is ook anders, dus daar moeten we ook de... Ik moet daar iets op verzinnen. Ik sta er echt alleen voor. Oké. Nou. Ik wil steeds zeggen boiler. Ik vind zelf een boiler lijken. Nee. Stortbak zit erin. Het raamwerk van latten is bijna af. Hier komt nog een lat op deze hoogte. Nou, iets boven de drukplaat, daar zo. De tegels hier, die heb ik al ingepast. Die passen weer. Wat moet ik nu doen? Oh ja, al het isolatiemateriaal wat hier ligt. Ga ik nu even inproppen. En dan gaan we die tegels terugzetten, denk ik. Kijken. Ik ga iets doen wat ik al een half jaar al niet heb gedaan.
ik ga fietsen. Want het regent en ik wil heel even snel naar de winkel. Nu is mijn moeder er nog en dan kan ik even snel een paar boodschapjes doen voor vanavond. Maar dat is gek om de fiets weer te pakken. Hé, hey, goeie ouwe. Ik ga jou meenemen. Oh, wat is het lekker om weer te fietsen. Dit is echt lekker. Oké, nou wordt die spannend. Hoppa. Oké, en nu is het wachten. Totdat dit droog is, 30 minuten. Dan wordt het eigenlijk nog veel spannender, want dan moet ik die balken er weer af en dan hopen dat de boel blijft staan. Eigenlijk is dat een beetje het spannendste. Kijk nou. Kijk nou, dat handje. Oh, hoe schattig. Oh, oh, nee, daar wordt ze wel wakker van, denk ik. Maar kijk. Ze lag ze ook altijd in mijn buik met haar handjes zo. Oh, echt te schattig. Ons huis begint langzamerhand meer opgeruimd te raken. We hadden voorheen altijd, natuurlijk zijn we altijd aan het verbouwen geweest. Nu krijgen dingen steeds meer een plek. Er is alleen één plek in huis waar het nog een troep is. En dat gaan we komende weekenden aanpakken. En dat is hier op zolder. Ik kom hier ook eigenlijk bijna nooit vloggend. Ik heb nog niet helemaal al mijn conditie. Maar dit is zolder. Oké, ik moest even een verdrietig meisje van beneden halen. Je was zo lekker aan het slapen. Hé, hey, ben je nou zo verdrietig? Goed, ik wil nog heel even staan laten zien dat het achter me ook een troep is. Dat groene karretje moet ik nog wit verven. Misschien is dat wel een leuk projectje voor van het weekend. Maar goed, hier is het ook nog een troep en dit moet ooit mijn werkkamer worden. Nu hangt er zelfs een waslijn en ja, dit zijn echt de twee chaotische kamers nog in huis. En voor de rest is het huis best wel opgeruimd en gewoon georganiseerd. De slaapkamer, de badkamer, de gastenkamer. De gastenkamer hebben jullie volgens mij nog... Hebben jullie wel eens gezien? Ik weet het eigenlijk niet. Onze slaapkamer sowieso, daar film ik wel eens. Maar gastenkamer, die ga ik nog even laten zien. En dan gaan we lekker naar beneden, oké? Oké. Ik weet niet of je het hoorde, maar ze zei echt zo... Mama. Alsof ze oké zei. Dit is de gastenkamer. Die is nog niet helemaal af. Maar hij is wel georganiseerd. Hé hey, liefie, kun je nog even stil blijven? Oh, jongens. Hé, hey, kun je nog even stil blijven? Hé, hey. Dit is beter, hè? Oké. De gastenkamer, daar moeten we nog dingetjes aan veranderen. Of tenminste, ik wil nog wel kleine dingetjes aan veranderen. Maar over het algemeen is die wel gewoon klaar voor gasten. En daar hebben dus ook al gasten hier geslapen, vrienden van ons. Maar in principe kunnen hier gewoon mensen komen. Oh, nu ben ik wel moe, hè? Jullie zien het aan de vlog. De hele dag zit ik in dit kamertje. Ik ben er wel een beetje claustrofobisch van. Een klein hokje. Maar kijk, alle tegels zitten weer op zijn plek. Sommige zijn nog niet droog. Vandaar alle spietjes en zo. Afstandhoudertjes. Even wachten tot de lijm droog is. Gaat dan ongeveer 30 minuutjes duren. Dat is gewoon kit trouwens. Geen tegellijm aangemaakt hiervoor. En dan gaan we voegen. Dan ga ik voegen. Dan ga ik naar huis. Ik ben zo moe nou. Snel de vloer nog een beetje snel gezogen. Het ziet er iets toonbaarder uit. Even snel koffie drinken en dan voegen. Wow, dit is zo bijzonder. Ik ben super, super moe en super, super blij. Want Sarah die slaapt. En die is gewoon gaan slapen zonder huilen. Is ze gewoon in slaap gevallen. Dit is echt zo ontzettend bijzonder. Als je een beetje hebt gevolgd, ik heb het een beetje laten doorschemeren. We hebben best wel een beetje een pittige tijd. En vandaag zijn we naar een osteopaat geweest, dus vanochtend. Ze is gewoon gaan slapen. Zonder één huiltje. Ze is gaan liggen. Ze heeft heel kort even wat tegen me gebrabbeld. Ik heb een liedje voor haar gezongen. Ik ben naar beneden gegaan en ze is gewoon gaan slapen. Maar dit is echt heel bijzonder. Dit is echt heel bijzonder. Ook al is het maar voor een avondje. Ik ben al blij. Even een avondje bijtanken. Even uitrusten. En ik hoop dat dit doorzet. Ik hoop het echt. Oh, wat zou dat fijn zijn. Oh, wat zou dat klein zijn. Nu zul je natuurlijk denken, wat gaat Shifa doen als ze nu even een avond rust en tijd heeft? Ik kan gaan slapen. Daar ben ik wel eigenlijk stiekem heel erg aan toe. Ik kan lekker op de laptop gaan. Ik kan iets film aanzetten. Ik kan snackjes gaan eten. Daar hou ik ook heel erg van, lekker snacks.
Maar ik ben iets anders gaan doen. En daar had ik echt zin in. Ik ben de koelkast aan het organiseren. Ik ben zo'n huisvrouw. Nee, echt. Ik had hier zo'n zin in. Ik denk al weken hieraan. Dat ik wil alles opnieuw indelen. Want we zetten alles nu maar gewoon ergens neer. Dus ik ben nu alles heel goed aan het indelen. En ik word hier echt heel blij van. Lekker organiseren. Dus ik heb hier... ik heb hier net een plank uitgehaald. Ik wil nu heel cool kloppen. Maar ik klopte omdat ik krijg het licht gewoon op geen andere manier aan. Maar ik heb weer een plank uitgehaald. Dus nu heb ik drie grote... Oh. Nu heb ik drie grote vakken. In plaats van twee grote en twee kleine. Want op die twee kleine, ik wist nooit zo goed wat ik daar neer moest zetten. Het was dan... Zo zit het dan. Dat zijn net van die twee kleine vakjes dat ik niet zo goed wist wat ik ermee kon. Hierboven heb ik yoghurtachtige dingen staan. Hier bier en drankjes. En borstvoedingsmelk. Die moet nog even in de vriezer. En dan hieronder de grote flessen cola. En ik moet hier nog even bijvullen. Fanta en zo. En... Hier heb ik dan allemaal fruit. En hier heb ik groenten liggen. Maar ik wil eigenlijk fruit even gaan opsnijden. Want ik laat het vaak zo over datum gaan. Laat ik het heel vaak rotten. Dus ik wil het nu even gaan opsnijden. Zodat het makkelijk te pakken is. En dat ik hetzelfde met de wortels doen. Die wil ik gewoon in een bakje doen. Zodat ik ze heel makkelijk pak. Maar dit ga ik even allemaal nog opruimen nu. En? Hans? Weet je wat ik denk wat er is gebeurd? Ik had het plastic hier overheen gehangen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat hij zo die kant op is gewaaid. Hoe dan? Kijk heel even over de burenschutting. Pas op dat je niet in een raam schijnt, anders worden ze wakker. Ligt hij daar? Ja. Straks denk ik dat ze inbreken. Ja. Oh, en nu? Ik denk dat vanavond heb je hem weg. Nee, ik heb hem vanavond echt anderhalf uur geleden, maar het waait nu helemaal niet meer zo hard. Anderhalf uur geleden, Hans, heb ik een nieuwe zak daaraan vastgemaakt. Aan die schutting. Een nieuwe, die zat al geleden. Nee, maar er zat wel iets van plastic in, maar plastic is licht, dus dat waait natuurlijk. Hans wilde leggen altijd plastic dan bij de deur, omdat het heel koud is. En wij hebben altijd plastic daar buiten hangen aan de schutting. Dat doen we altijd. Hoezo heb ik het nu gedaan? Ja, maar je gaat toch niet altijd zo aan het lege plastic zak? Nee, maar er zat wel plastic in, maar dat is leeg. Dezelfde zak die vanmorgen hier aan hing, aan de deurklink. Nee, ik heb een nieuwe zak gepakt. Ik heb vanavond... Buiten de logkamer om, die was toch nog hartstikke leeg? Er lag geen zak. Opgegeven. Ik denk, waarom buiten de logkamer heen? Even Hans, heel even serieus. Als jij ook een wacht even, dat betekent... Dat er twee zakken van ons zijn weggewaaid. Dat betekent dat er nu in de buurt twee zakken van ons. Ik heb vanavond, Hans, omdat er niks was, heb ik een nieuwe plastic zak. Met een klein beetje plastic. Het was echt heel weinig plastic. Hans, echt zo plastic van een fotolijstje. Dat heb ik buiten aan de schutting gehangen. Maar er lag verder geen andere zak. En eerst word je boos op mij. Ik zei tegen je vanuit, ik zei, weet je wat het is? Ik vind het niet erg dat het gebeurt, want ik vind het erg dat ik mag naar de buren. Nee, doe het niet. Maar je gaat het doen. Ik ga niet naar de buren. Ja, maar heb je gekeken of ze bij de buren in de tuin liggen? Nee, want dan ligt het uit. Maar ik heb jouw naam op de vuilniszak geschreven. Voor het geval dat dit zou gebeuren. Ik ben speciaal voor jullie nog terug naar beneden gelopen. Omdat ik dacht, ik heb helemaal... Het eindresultaat van de koelkast niet gezien. Hans is net thuis, het is nu 1 uur. Hij is nog even snel aan het douchen. Maar de koelkast is helemaal schoon. Ik ga morgen nog even wat bakjes kopen, dat ik het nog net iets beter kan organiseren. Want we zijn al sinds het begin van deze koelkast het bakje kwijt voor de eieren en zo. Dus dat wil ik morgen even opnieuw gaan kopen. Maar ik zal hem laten zien. Dit is nu het voorste gedeelte. Hier allemaal yoghurtachtige dingen. Of amandeldrinkdingen. En flesjes en medicijnen. Oh. En hier frisdrank. En dan hier sausjes en een beetje dingen om te koken. Groenten, fruit, boter, eieren, voorraad. Dingen die open zijn, gebak en yoghurt. Vleeswaren en boter en zo. En Parmezaanse kaas dingen. Hier nog wijn. En hier liggen... dingen om mee te kolven. En hier liggen druiven die al gewassen zijn. Dus die kun je zo eten. Worteltjes die erin nog in een bakje doen. En aardbeien. Maar, heel eerlijk.
Het is natuurlijk ook een makkelijke koelkast om te organiseren. Want er zitten nog geen weekboodschappen in. Morgen komt dus de echte uitdaging als hier nog weekboodschappen bij moeten. Of ik het dan ook nog netjes hou. Goed, dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Geef de video een thumbs up. Als mijn koelkast georganiseerder is dan jouw koelkast. Ik zie je overmorgen weer. Doeg!